We zijn vandaag in een supermarkt in Kuik, namelijk bij Jan Linders. En bij mij heb ik meneer... Steven Hendricks, ja, de supermarktmanager van Jan Linders in Kuik. Ja, en jullie hebben een hele mooie actie gehad hier. Ja, we hebben samen met de klanten hebben wij geld ingezameld voor de Hersenstichting. Doen jullie dat vaker, acties ondersteunen? Ja, doen wij vaker. Wij als Jan Linders Kuik en het team vinden het belangrijk om regelmatig goede doelen te steunen of lokale projecten. Zo doen dat wij ook de Hersenstichting nu ondersteunen. Ja. De Hersenstichting is natuurlijk een landelijk project, ja. Maar waarom dan nu toch voor de ziekte van Huntington? Ik ben met Robert in contact gekomen. Die heeft mij daar meer over verteld. Ook wat persoonlijke dingen. Die heeft mij eigenlijk alleen nog maar meer ertoe gezet om zeker ons steentje bij te dragen. Ja. En ik heb begrepen dat er een mooie cheque is uitgekomen, of niet? Zeker, ja. Samen met de klanten hebben wij €300 opgehaald. Ja. Kijk, dat is mooi. Dankzij al de mensen die hun flessen hier, flessen of blikjes, staatsgeld, geschonken hebben voor de stichting. Klopt, ja. Nou, mooi. Dank u wel voor de medewerking dan. Ja, graag gedaan. En daar staan we dan met de aanstichter van dit hele verhaal, Robert Kooijman. Robert, waarom de stichting Huntington? Dat is eigenlijk anderhalve maand geleden ontstaan. Ik ben ook vrijwilliger bij Kuik Ontmoet. Daar halen wij ouderen uit hun isolement en dan doen we iets leuks de tweede dinsdag in de ochtend. En toen dacht ik, en toen hoorde ik het verhaal van iemand van, god, je kijkt wel erg sep. En toen vroeg ik van, is er iets? En ja, het huilen stond nader dan het lachen. En toen vertelde ze het verhaal van, mijn schoonzoon heeft Huntington. En dat is nu ook geconstateerd bij de kinderen, want het is erfelijk. Als iemand Huntington heeft, dan kun je bijna 99,99% op zeggen dat de kinderen het ook hebben. Ja, Huntington, het is een erfelijke hersenaandoening. Wat zijn er voor symptomen bijvoorbeeld? Nou, Huntington is eigenlijk plat door de bocht gezegd, je hebt het complete plaatje. Je hebt en je hebt ALS, en je hebt Parkinson, en je hebt epilepsie, en je hebt dementie, en je hebt psychose. Nou, en dat allemaal in één? En dat allemaal in één, ja, dat is gewoon bizar voor woorden. En alleen voor die psychose, daar zijn wel medicatie voor, maar voor de overige, ja, dat is compleet, voor het complete plaatje is daar geen medicatie voor. Ja. Nou, doordat jij in contact bent gekomen met iemand die ziekte kent, dacht jij van, hier ga ik eens iets aan doen. Nou goed, ik heb een paar jaar geleden ook al de Vierdaagse gelopen, ook voor een goede doel. En ik wil toch elk jaar wel een doel pakken. En daar bedoel ik niks fouts mee, maar Kika en de overige bekende ziektes, daar wordt al heel veel voor gedaan. En ik dacht, ja, dit is een ziekte die niet echt bekend is, want er zijn maar 9000 Nederlanders die het hebben. Want 1 op de 100 komt het pas voor. Of 1 op de 10.000 moet ik zeggen, excuses. Dus ik denk van ja, dat is dan een mooie aangrijpen om dat te gaan doen. Ja. Dus jij gaat de Vierdaagse lopen en je hebt een sponsoractie in het leven geroepen daarvoor? Ja, je hebt de Vierdaagse heeft een eigen websitepagina, een sponsorloopactie. En dan kun je zelf je goede doelen uitzoeken. Nou, ik heb samen met de Hersenstichting heb ik dus mijn actie van Huntington opgezet. En zo ben ik op contact gekomen met Stefan hier, de bedrijfsleider van de Jan Linders in Kuik. Om te zeggen van, god, mag ik een maand lang jullie flessenbonnetjes hebben als de mensen dat vrijblijvend willen inleveren. Ja. Nou, en dat heeft geresulteerd in een geweldige cheque van €300. Dus die gaan we straks bijschrijven. Robert, als mensen nu denken van, nou, met die Vierdaagse actie van jou, daar wil ik nog wel wat geld op storten. Hoe kunnen ze dat doen? Lieve kijkers van Wijk TV de Vaderwe en natuurlijk van Omroep Land van Kuik. Hieronder zie je daar een QR-code. Scan hem eventjes in en komt automatisch op mijn pagina uit. En elke euro is er één, zou ik zeggen. Kunt u iets missen en wilt u iets missen, alles is welkom. Heel mooi, Robert. Robert, in ieder geval heel veel succes met deze actie. En dank je wel voor het goede werk wat je hierbij doet. Ja, dank je wel. En ik wens jullie ook een mooie dag nog. Dank je wel.